In het hete, droge klimaat van Centraal-Australië is stof een alles overheersende factor. Dagenlang rijden we over eenzame wegen door halfwoestijnen. Tegenliggers zijn er nauwelijks. En om de paar honderd kilometer vind je langs de weg een waterreservoir voor het noodgevallen. Hier komen we ook de eerste zebravinken tegen. De watertank wordt belegerd door tientallen dorstige vogels. Uit de voeg van de betonnen tank lekt wat water. Het lek is weliswaar amper te zien, maar voor de zebravinken betekent het een constante watervoorziening. Elk druppeltje water wordt opgezogen. Deze tank is in een straal van 100 kilometer vermoedelijk de enige bron van water. Als deze bron zou opdrogen, zouden de zebravinken moeten verkassen. Neerslag per jaar. Over de weg door de Outback rijdt per dag hooguit één auto verstopt liggen. Maar we moeten zo snel mogelijk doorrijden, want anders worden we ingehaald door onze eigen verstikkende stofwolk. Met behulp van de aanwijzingen van vriendelijke veehouders en goede kaarten kom je uiteindelijk terecht bij een paar volle water. Er wordt van grote diepte opgepompt door een windmolen. De tanks bevatten genoeg water voor tenminste 2 windstille dagen. Het water is van levensbelang voor de vlinders. In de plassen bij de overloop van de tanks baden zebravinken. Je ziet deze vogels altijd in groepen. Zo voelen ze zich het meest op hun gemak. Er zijn maar weinig zebravinken in Australië die de kans krijgen een bad te nemen. Ze maken er dan ook uitbundig gebruik van. En het bad brengt niet alleen verkoeling. Het is ook goed voor de veren en helpt bij de bestrijding van huidparasieten. Een natte vink kan niet goed vliegen, maar tot het dichtstbijzijnde struik redt hij het wel. Tussen de doorns van een acacia-tak zijn ze betrekkelijk veilig en kunnen ze in alle rust hun veren poetsen als ze eenmaal droog zijn. Kleine valken zijn de belangrijkste vijanden van zebravinken. Een nieuwkomer hijgt. Hij zorgt voor verkoeling door vocht te laten verdampen op de slijmvliezen in mond en keel. Hij heeft een lange vlucht bij 40 graden Celsius achter de rug en heeft nu dorst. Zebravinken kunnen water opzuigen. Een snelle techniek, waardoor ze minder lang blootstaan aan het gevaar van roofdieren. Er zijn maar weinig vogels die deze snelle techniek beheersen. De meeste vogels scheppen bij het drinken hun snavel vol water en gooien vervolgens hun kop achterover, zodat het water de keel in kan lopen. Zebravinken doen alles in groepen en houden het liefst voortdurend contact met hun partner. Mede door dit sociale gedrag zijn ze zo geliefd als kooivogel. Het mannetje heeft de opvallendste tekening. Hij heeft roestbruine wangen, een zwarte vlek op zijn borst en een oranje-rode snavel. Tegen de avond komen de runderen naar de drinkplaats. Op het heetst van de dag zoeken ze de schaduw op, maar verder zwerven ze door de halfwoestijn. Deze spitskuifduif heeft dorst en wil zo snel mogelijk naar het water. Maar ze hebben allemaal dorst. Vlak voor zonsondergang is het bij de reservoirs een drukte van belang. Met fluitende en zoevende vleugels fladderen de duiven naar de drinkbak. Thank you.
Deze roze kakatoes hebben een lange vlucht achter de rug. Ze zijn uitgeput en dorstig. Aan de hangende vleugels en geopende snavels kun je zien dat ze een zware inspanning hebben geleverd. Maar ze moeten wachten, want er is bij de trog geen plaats meer. Honderden soortgenoten verdringen zich bij het water. Het nest is een kom die gemaakt is van klei. Meteen na de regen, toen de klei nog nat was, is de vogel met de nestbouw begonnen. Voor de zebravinken is de broedtijd aangebroken. De vogels poetsen elkaar en zijn gereed voor de paring. De broedtijd van de zebravinken begint zodra de omstandigheden geschikt zijn, ongeacht de tijd van het jaar. Het leefgebied van zebravinken bestaat uit enkele doornstruiken die omgeven zijn door velden met kruiden en grassen die veel zaden produceren. De zang van het mannetje is heel bescheiden. Hij zingt in deze struik omdat hij deze plek heeft uitgekozen om zijn jongen groot te brengen. Hij is heel kieskeurig wat betreft het nestmateriaal. Maar het transport van het nestmateriaal valt niet mee. Het is zwaar en onhandelbaar. Eindelijk heeft hij de bouwplaats bereikt waar het wijfje geduldig zit te wachten. Samen zullen ze het strootje in het in aanbouw zijnde nest verwerken. Dit keer vindt hij geen geschikt strootje of misschien heeft hij er eenvoudig geen zin in. Hij vliegt in ieder geval zonder materiaal terug naar het nest om te poetsen, maar vooral om te zingen. Ten slotte moet hij de buren laten weten dat dit zijn plekje is en waar de grenzen liggen. En het kan ook nooit kwaad om zijn wijfje nog maar eens te laten weten wat voor een geschikte partner hij eigenlijk wel is. Het ziet er inmiddels alweer droog uit. In het stroombed zijn nog een paar poelen, zogenaamde billabongs, achtergebleven. Die blijven enkele maanden vol water staan. Billabongs bieden levenskansen aan dieren die je in de woestijn niet zo gauw zou verwachten. En natuurlijk ook aan zebravinken.
Met een bek vol nestmateriaal vliegt de vink hoog een eucalyptusboom in. Hij heeft een heel veilige nestplaats in een veel groter vogelnest uitgezocht. De zebravinken wonen onder in een nest met 6 jonge reigers. Witwangreigers zijn agressieve vogels die hun nest fel verdedigen tegen vijanden. Maar de zebravinken worden geduld en genieten zo de bescherming van de reigers. Zebravinken zijn overdag actief en daardoor gelukkig ook een stuk gemakkelijker te observeren. Ons paar heeft gezamenlijk voedsel verzameld. Het nest schiet ook onaardig op. De uiteindelijke vorm, een bol met een toegangspijp, is al te herkennen. Maar je kijkt er nog wel dwars doorheen. Nu zijn tussen de strootjes de felrode snavels nog te zien. Maar over een paar dagen zal de inhoud van het nest volledig aan het oog onttrokken zijn. Het verzamelen van het nestmateriaal is een taak van het mannetje. Het wijfje wacht in het nest en helpt alleen met het aanbrengen van het materiaal. Deze grote grashalm moet in het dak worden verwerkt. Het aanbrengen daarvan is iets dat het mannetje alleen voor zijn rekening neemt. Het wijfje beoordeelt zijn werk. Deze onhandelbare groene stengels blijven overal aan haken en zijn daarom moeilijk te transporteren. Maar omdat ze zo taai zijn, geven ze het nest wel de nodige stevigheid. Ze zijn daarom als bouwmateriaal erg in trek. Vierhonderd keer moet het mannetje de juiste stengels en takjes uitzoeken. En 400 keer moet hij de krachtenverslindende tocht naar het nest in aanbouw maken. Het is voor de kleine vogel een geweldige opgave die hij moet volbrengen bij een temperatuur van 40 graden Celsius. We vragen ons af hoe het er... 4 dagen nadat de vogels met de bouw van het nest begonnen zijn, liggen er al 3 eieren in. Morgen wordt het 4e ei gelegd en zal het wijfje beginnen met broeden. Dat duurt 14 dagen en die tijd benutten wij om eens wat rond te kijken. De Spinifex, een Australische grassoort, heeft rijkelijk vrucht gezet. Na de regen zijn veel grassen gaan bloeien en nu dragen ze zaden. Het zijn de goede tijden voor alle zaadeters. Nou, dit geluid kennen we. Grasperkieten. Het paartje is in bandstemming. Net als bij de zebravinken breekt voor grasperkieten de broedtijd aan zodra het voedselaanbod groot genoeg is. Het mannetje volgt het wijfje op de voet. Als ze eenmaal aan het broeden zijn, worden de taken verdeeld. Het wijfje zorgt in een hol in een boom voor een broed. Het mannetje draagt voedsel aan en houdt, als hij niets anders te doen heeft, voor het hol de wacht. Maar terug nu naar de zebravinken. Het wijfje zit op haar favoriete tak bij het nest. Het is nu 3 weken geleden dat ze met broeden is begonnen. En er zouden dus jongen in het nest moeten zitten. Maar alles lijkt rustig.
Maar dan, op een signaal van de moeder, komen de jongen tevoorschijn. Eén voor één krijgen ze voedsel. De jongen gedragen zich heel gemanierd. Het gebruikelijke geschreeuw, geduw en gedrang ontbreekt. Zo'n 10 keer per dag krijgen de jongen een voorgeweekt mengsel van zaden van grassen en kruiden. Deze zaden zijn half rijp en daardoor veel malser en trouwens ook niet zo hard.